van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Aflevering 2, Call of Duty Ghost uit Zwaaia. We gaan vandaag Strikes on 24/7, dag 2, oftewel, we gaan Call of Duty Ghost uit Zwaaia. Ondertussen pak ik even de pagina erbij waar jullie allemaal op gereageerd hebben, zodat ik ondertussen ook gewoon de vragen kan beantwoorden die achtergelaten zijn. Moet ik even de goede video erbij pakken. Slecht voorbereid, Gio, weet ik. Ach, we moeten toch wachten. Domination natuurlijk, Domination, nice. Ik ben blij met Domination. Jullie hebben echt als een baas geliked en als een baas gekeken en als een baas gereageerd. Dus blijf dat zeker doen. Heb je meer vragen over Call of Duty Ghost, dan zet het in de comments en dan ga ik ze beantwoorden. Terwijl we ondertussen de game starten. Domination Strike Zone 24/7. Ik ga gewoon eerst eventjes de eerste vraag beantwoorden van Florence Jonker. Florence Jokka. Hoe werkt de jump en hoe kan je bijvoorbeeld als je heel hoog bent heel snel naar beneden gaan? Double jump met X-ja. En op het moment dat je naar beneden wil gaan, R2 indouwen. Op het moment dat je R2 indouwt, dan ga je heel snel. Dus ik hoop dat dat meer dan voldoende is. Ik weet nog niet alle controles exact uit mijn hoofd, want ik heb het zelf ook nog niet gespeeld, dus ik ga uit van wat ik heb gelezen en wat ik gezien heb op het internet en op andere kanalen. Wat? Oh, nou dat ging al snel, dat was death nummer 1. Ik ga zo meteen kijken naar andere comments hoor jongens, dus ik ga ze gewoon ondertussen een beetje aan bod brengen. Zo, en dat waren ze alle vier. En dankjewel, teammate, dat je me hier eventjes helpt. Zo. Oh, hij zit er nog wel. Daar zit hij, wow. Hij probeerde een turn on. En natuurlijk ga ik meteen dood. Er zijn niet ontzettend veel vragen naar voren gekomen. Dus dat betekent dat ik af en toe eventjes een beetje moet zoeken in de lijst. Don't can, motherfucker. Terwijl we ondertussen hierheen gaan, want ik denk dat ze daar gaan spannen. Dat is 1. En dat is 2. Dat was close, by the way. Maar dat geeft niet. Op het moment als ik ze gewoon kill, dan is het goed. Ah, oh, er kwam er net nog eentje aan die ik natuurlijk net niet zag. Oh, wat een span. Wat een span. Ah, oh, ik wilde jumpshotje doen. Heerlijk vervelend is dat. Moet je op PS4 schieten met L2 en R2? Nee, het is niet L2 en R2. Het is L1 en R2. L1 en R1. En in ieder geval bij Ghost is dat zo. Ik denk dat je dat wel weet, daarom vraag je het. Ik ga er vanuit, want dat weet ik niet 100% zeker. Ik ga ervan uit dat dat zeer zeker terug gaat komen. Het lijkt mij heel sterk en ik zou het ontzettend jammer vinden als dat niet zo is. Ik ben een PlayStation gamer van de jongere generatie. Van de jongere generatie hoor, dat dan alsof ik wel zo beestig oud ben. Nee, maar Call of Duty heb ik op de PC gespeeld en daarna op de PlayStation 3. En daarna natuurlijk PlayStation 4. En ik heb altijd met L1 en R1 geschoten. Lekker, ga ik dood. Waarschijnlijk niet te veel op de scores gelet, jongens, want ik ben te veel aan het lullen. Waardoor ik me iets minder kan focussen. Niet dat dat mega erg is. Maar dan ga ik dit soort foutjes maken. Ik hoop dat je het goed beantwoord vindt. Dus ik wil het niet confirmen. Ik wil niet confirmen dat het zo is. Ga weg joh. Maar ik ga er wel van uit. Het lijkt mij heel sterk op het moment dat je Call of Duty Ghost speelt op de PS4 en het kan, dat ze dat niet zouden toevoegen. Heerlijk, vaak ga ik dood nu. Waarom zo weinig views? Mag wel wat meer. Dat heeft is geen vraag tegenover het van Warfare. Maar ik wil je wel bedanken dat je het naar voren haalt. Ik zie het vaker terugkomen, dit soort dingen. En ja, uiteindelijk als YouTuber leef je toch een beetje om de views. Leven mij niks op hoor. Oh. Ik bedoel, ik verdien er helemaal niks aan. En 0 euro, nooit wat verdiend aan YouTube. Maar een beetje views erbij, daar leef je altijd wel voor. Want hoe meer views, hoe meer motivatie je krijgt. Wat een camper. Dit wordt echt een fucking slechte skill aflevering. Ik ga mijn honeybagger erbij pakken. Ze campen iets te veel. Oké, komt ie.
Damn, girl. Ik ging, ik ga echt, ik stond op 14 op 8 of zo, toch? Nee, oké, toch weer terug naar de Vector. Maar waarom? Ik ga me heel even een klein beetje focussen. Waarom campen jullie zo ontzettend hard? En waarom hebben jullie net dat ene beetje meer skill? Hier, dit kan toch niet? Hij richt niet eens op me met zijn K7. En ik heb hier, je ziet het, ik heb geen hits. Ik heb geen hits en hij heeft me in één kogel. Eén motherfucking kogel. Vorige keer had ik een 15 streak. Ach, nee, weer één kogel. Fuck die K7. Fuck die K7. Let's go. Hier, fuck jou, dropshot. En gaat er hier nog meer komen? Werden dat er hier weer een paar mensen zitten te kijken. Wat een skill als je naast je sentry gun gaat liggen. Nice, wil je als AW uitkomt samen met mij spelen? Wat een reus, wat een reus. Wat een reus. Ik ga zeggen dat ik misschien wel een keertje met je ga spelen. Ik ben de laatste tijd niet heel veel met abonnees aan het spelen. Komt simpelweg omdat, ja... Bij MW3, bij Black Ops 2, wilde ik zeer zeker met abonnees spelen. Wauw, ik ga gewoon bijna negatief. Maar toen wilde ik spelen, graag zelfs. Omdat het was een leuke game, veel spelen, dat is gewoon leuk. Hehe, die killtjes. En dan komen er nog twee aan. Wauw. Het ligt er ook wel volgens mij een beetje aan mijn team hoor, die fucking negatief gaat. Maar bij Call of Duty Ghost, ik weet niet. Als ik ging, dan ging ik gewoon eventjes snel of een beetje solo of toch met een beetje vast groepje. Dat zal in het begin ook zijn. Dus ga niet in het begin denken dat ik echt met iedereen ga gamen. Het zal waarschijnlijk gewoon Erik, Paul, Fish. Ik begon met de 4-3, met de quad. Maar hetzelfde groepje zal het voornamelijk zijn in het begin. Maar op een gegeven moment wil ik zeer zeker met je, ook onder andere met jou gaan spelen. Heb je me niet op PlayStation, kan je me altijd toevoegen. Dat kan gewoon. Geen probleem, ik accepteer iedereen. En niet altijd iedereen elke dag, want ik bedoel, hè, ik kijk niet elke dag door die lijst. Want anders moet ik elke keer alles gaan checken. Heerlijk, dit is wat beter. Dit voelt ook lekkerder. Maar... Jij bent ook dood. Ik accepteer iedereen. Dus dat betekent als je mijn gamertag ziet staan, dan kan je me toevoegen. Onthoud wel, mijn gamertag gaat zijn The Dutch Warrior 7 met Advanced Warfare. Ik wil met Advanced Warfare wil ik mijn YouTube kanaal ook als game tag gebruiken. Ik heb hem al aangemaakt. Hij is al van mij. Voor mij is het gewoon The Dutch Warrior 7. Ik ga echt motherfucking slecht. Dus hou daar rekening mee. Je kan Heaven's Warrior toevoegen, maar The Dutch Warrior is handiger. Dan het volgende. Ga je session joinen, zowel tijdens nu of tijdens Advanced Warfare. Kijk. It's simple as that. No warning. Everyone knows that when you session join, you got kicked. Why? Because it's absolutely annoying to see a good game ruined because of session joiners. So, right now I'm going to speak English only. Why, I really don't know. But sometimes you do something crazy. Like speaking in English. Oh, wait. Let's go here. Ah, killed you. How the fuck did he panic knife me? Right now my wife is sitting on the bench, on the couch. Thinking, why the fuck do I have a man that's this weird? Something like that. That's better, that's better. Come on. I need to... Okay. Fuck the camper. Fuck. Die camper. Oh, wauw. Dat is beter. Kijken of er nog vragen zijn. Zullen we hier even mijn care package droppen. En een dropshot neer pleuren. Komt u maar.
Komt u maar. Ja, zullen we deze even gewoon aan mij geven? Ja, ik weet dat je er zit, maar ik ga hier lekker deze doen. Ah, helemaal niks. Helemaal niks. En meteen dood. Nice Gio, weet jij misschien of Groundwar ook naar de PC komt? Xbox One, PS4 is bevestigd, bla bla bla. PC is ook next gen. Advanced Warfare. Dat was ongeveer de vraag. Dankjewel, Vaag Junior. Vaag Junior. Het is niet te lange tekst om het zo eventjes snel even heen en weer te lezen. Nee, ik weet eigenlijk vrij weinig over de next gen versie. Xbox, ik weet dat het bij de Xbox PS4 bevestigd was. Gisteren werd het neergezet, toen had ik nog eventjes met twijfels erover. Waarom? Omdat het op mijn betrouwbare site nog niks stond. En dan twijfel ik altijd eventjes. Dan zie je het wel rondgaan op bijvoorbeeld een Twitter. Maar dan twijfel ik ook nog even. PC is in zekere zin next gen, want ik bedoel, de specs bij PC is altijd beter dan een console. Ja, met down. Maar of het nou ook naar de PC komt, is wel waarschijnlijk. Ik heb het niet bevestigd gezien. Er stond zeker PS4, Xbox One. Dus ook dit antwoord moet je me halve schuldig blijven. Jongens, en dan kom ik aan met jongens, als je iets wil weten over... over de game, dan moet je bij mij wezen. Dat is zeg maar een beetje iets wat ik zeg. En dan weet ik al de helft van de vragen niet. Maar dat zijn ook de vragen die echt net 10 seconden uit zijn. En natuurlijk komt er net iemand daarboven klimmen. 51, ik heb het best wel redelijk opgepakt alweer. Ik bedoel... Waarom nog een tweede erachteraan? Ik heb het redelijk opgepakt. Had ik niet verwacht. Ik denk, dit wordt echt zo'n baggerpotje van hier tot... Tokio, ik schiet er gewoon overheen. Even kijken. Hoe weet ik? Dat heb ik beantwoord. Ik heb alle vragen zeg maar beantwoord. Heb jij nog andere dingen die je graag wil weten? Over bijvoorbeeld wie gaat als eerste de DNA-bom droppen? Is dat Erik? Ben jij dat? Of is misschien Paul dat? Volgens Erik heeft Paul statistisch gezien de meeste kans. Omdat hij al gewoon een aantal uur in die game heeft zitten. Een uur of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 150. Dus statistisch gezien is Paul wel de beste. Nice, hij is van ons. Paul moet je dus je geld opzetten op het moment dat je je geld in zou willen zetten ervoor. Ik zelf zou toch zeggen... Erik heeft de meeste kans. Maar... alleen als Erik op dreef is. En natuurlijk is het een nieuwe game en je weet moeilijk of iemand op dreef, echt op dreef kan zijn. Kijk, het stomme is... Kijk, Erik is gewoon van ons allemaal de beste gamer. Dat is niet het stomme, dat is gewoon een feit. Dat vind ik zo, ik denk dat het gewoon ook wel redelijk een feit is. Ja, ga dood. Maar Erik, als hij slecht gaat... dan blijft hij slecht gaan. En dan gaat hij nog wel redelijk qua scores. Ik bedoel, dan dropt hij nog 60, 70, 80, 90 kills. En dat kan zelfs slecht zijn voor hem. Ja, dat kan zelfs... want het gevoel, hè. Het gaat ook om het gevoel. En cam en streaks en weet ik het allemaal. Maar, als Erik slecht is... of al... wauw, waar zit jij toch? Als Erik dus niet goed is... als Erik slecht bezig is op dat moment... dan dropt hij dus gewoon ook niks. Dan dropt hij echt letterlijk niks. Op het moment dat ik slecht ga, ja, dan kan ik mij redelijk soms nog wel herstellen. Waardoor ik, zelfs als ik heel slecht ga, een streak kan neerdroppen en een cam kan halen. En dan wil ik niet zeggen dat ik beter ben, maar dat is wat mijn ervaring met Erik is. We hebben hem net verloren, by the way. Dus ik zeg, Erik is toch wel de meeste kans om je geld op te zetten. Als die op dreef is. Anders, eigenlijk vis. Vers, jij gaat die eerste DNA droppen. Ik zeg, jongens, ik zie jullie morgen bij dag 3. Advanced Warfare. Call of Duty Ghost uit 2. Bye bye.